Dit is een nieuwsuitzending over het opvoeden van kinderen. Arthur Schopenhauer moest zich zagen, zal ik zagen, Arthur Schopenhauer. Die heeft erbij stilgestaan dat het geen enkele zin heeft om kinderen voor een bepaalde leeftijd lastig te vallen met dingen zoals filosofie. Ik heb dat boekje, dat is een essay waarin hij dat uitlegt, waarom dat is. En het essay, dat heet op zijn Nederlands, is dat samengevat met de welluidende titel: Er is geen vrouw die deugt. Erg goed werk. Ik heb mijn dochter voorgelezen van: kijk lieve kind. Mijn dochter, die las ik geen Bijbel voor. Dat deed ik gewoon weg niet. Had ik ook niet nodig. En zou zij ook niet kunnen begrijpen. Tenzij zij denkt: ja, veilig achterop bij vader op de fiets, ik dus. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Ja, daar heb ik geen zin in. Ik wilde gewoon dat mijn kind zelf zou leren. Nee, ik ben niet aan het stotteren geweest. Leren. Dat moet ze zelf doen. Daar wil ik niet bij zijn. En dat ging daar dus om. Ik heb dat haar voorgelezen, dat stukje van Schopenhauer. En dan had hij het over een leeftijd van 13 à 16 jaar. Dus voor het 13e of 16e jaar ongeveer, pak een beet, moet je kinderen niet lastig vallen met gedachten. Kunnen ze helemaal niet trekken, kunnen ze niet verwerken. Je moet ervoor zorgen dat als die kinderen 18 of 21 zijn, dat ze er helemaal klaar voor zijn. En dan gaat het ram, bam, wham, bam, thank you ma'am, om het maar even op zijn David Bowie's te zeggen. Kinderen de ruimte geven. Nou, en hoe gaat die ontwikkeling nou zo ongeveer? Want we weten het niet precies. Allemaal een beetje gissen. Wat er wordt gezegd is dat het 7e jaar, dat telt. En 10 natuurlijk ook. Maar het 7e jaar telt. En dat is het jaar waarop een kind zijn tanden, zijn melkgebit gaat verliezen. Omdat het eruit geduwd wordt door het echte gebit. En dat gaat tand voor tand. En dan leert je kind tellen, verrekenen. Dan gaan plotseling de aantallen tellen. Want je hebt, zeg maar, 2 tanden ben je kwijt. Nou, dan kan je linkertand noem je 1. En je rechtertand noem je 2. Ja. En je kan ook je rechtertand 1 noemen. En je linkertand 2. Hè, die je kwijt bent. En dan leer je dat een soort van balletje spelen. Van, dat is het rekenen. Hè. Een soort van wisselen. Dan leert je kind dus rekenen. Dat is leuk. Dat is ook het moment waarop je kind kan leren rekening te houden. Want als je kind niet kan rekenen, kan het ook geen rekening houden. Nou,
vanaf dat moment, vanaf het zevende jaar, achtste jaar, zesde jaar, het ligt er een beetje aan hoe snel je kind is. Dan kan het dus leren rekenen. En dan kan het ook leren rekening houden. Maar dat kan het nog helemaal niet. Want het is nog lang niet volwassen. 1 seconde, ik ga even een vloedje pakken. De volwassenheid van een kind, die komt op zijn vroegst bij het 14e jaar. Dus dan pas kan het echt verantwoordelijk worden gehouden. Maar goed, rekening houden voor het 7e jaar kan je kind niet. En daarna moet je daarmee gaan beginnen. Dat je taakjes oplegt. Maar dat moet wel zus hoor, en dat moet wel zo. En je kind maar rekenen. Oh, hoe moet het dan? Dan moet ik nou mijn jas gaan pakken. En en dat moeten kleine, simpele dingetjes zijn. Want dat wil je graag van je kind. Hè? Dat dat gewoon rekening houdt met jou. Want als jij zo dadelijk 58, 90 bent, zo, heel oud, dan wil je dat toch ook, hè? Dat jouw kind rekening houdt met jou. Nou, en dan moet je zo snel mogelijk mee beginnen om dat gevoel te kweken. Dat is een heel gedoe. Het kan wel. Als je maar beseft dat je van een mens op jonge leeftijd niet te veel kan verwachten. Een kind van 14 is in principe volwassen. Dan moet je hem, dus geslachtsloos, moet je, of dat kind. Dat kind moet je los kunnen laten. Daar moet je klaar voor zijn. En hoe krijg je het voor elkaar om een kind van 14 jaar volwassen te laten worden? Zijn. Hoe doe je dat? Nou, dat is heel erg eenvoudig. Want ik heb het net gehad over rekenen en rekening houden. Dat betekent, of dat houdt in, verantwoordelijk zijn. Draag die tas. We moeten links schiet op. De verantwoordelijkheid dragen. Dat kunnen kinderen pas in het echt vanaf het 7e jaar. Een klein beetje. Verantwoordelijkheid, dat is een deel van de weegschaal. En de andere kant van die weegschaal heet zeggenschap. Als je wel verantwoordelijk bent en geen zeggenschap hebt, dan ben je een slaaf. Je moet wel werken en je kan een klein dingetje zien van, nou, als we nou iets kleins veranderen, hoef ik niet zo hard te werken, of ik werk net zo hard en we hebben veel meer opbrengst, en dan wordt gewoon gebruld van hou je bek dicht, stomme slaaf. Dan heb je dus wel verantwoordelijkheid voor het werk, je moet het werk allemaal goed doen, maar je hebt er niks over te zeggen. Dat heet slavernij. Dat is dus heel veel verantwoordelijkheid en nul zeggenschap. Dat kunnen we ook omdraaien. En dan krijg je heel veel zeggenschap en nul verantwoordelijkheid.
En daar beticht ik de meeste moeders van hier in Nederland. 80% van de moeders die loopt hier te brullen van lopen ze door, schieten ze op, we moeten naar school. Ja, nee, maar nee. Nou, oh, de trein komt eraan. Instappen in de trein, instappen. En die kinderen allemaal zo van, oké. Moeder loopt weer te brullen. Nou, zeggenschap, daar moet je op, daar kan je op hele vroege leeftijd mee beginnen. Met mijn dochter was het gewoon de vaste deal van mij uit dat er periodiek per dag een beetje water gedronken zou worden. Ook al heb je misschien geen dorst, we drinken toch een beetje water. Of we eten een fruithapje of zo. En dan vond ik het, ik was dus anderhalf dag in de week. In de werkweek was ik thuis met haar. En dan zei ik, dan keek ik op de klok. En dan zei ik tegen haar met een heel serieus gezicht van, ik denk dat het tijd is om wat te gaan drinken. Alleen ik weet niet uit welk bekertje dat moet. Moet dat het bekertje met de clowntjes zijn? Of het de Donald Duck beker? Of de haaienbeker? Want die had ze ook. Dat een haaienbeker. En mijn dochter zo over, heel serieus. Van, oh, papa, ik zal je helpen. En dan beende mijn dochter, die beende zich vooruit naar de keuken toe. Waar dus de kasten stonden. En ze kon de kinderbekertjes, die stonden onderin. En dan deed ze het deurtje open en dan zei ze, ja, het is ja, deze. En dan kreeg ik een bekertje waarvan ik denk van, ja, waarom heb je de haaienbeker niet genomen? Punt is, zij had op dat moment zeggenschap. Dus ik nam gewoon die beker aan die zij uitkoos. Ik zei, oké, dankjewel. Nou, dan de kraan open, even door laten stromen. Hop, bekertje eronder, kraan dicht. En dan met je kind terug naar de woonkamer met de Playmobil. En zij heeft gekozen voor het bekertje. En zo heb ik mijn kind ook laten kiezen, hoe lopen we naar school? Rechtsom of linksom? En soms wilden ze gewoon rechtsom, en vond ik ook goed. En soms wilden ze linksom. En dan dacht ik van, ja, dat kan ook. Want die vond ik ook leuk. Dan moest je een huppeltje maken op een muurtje. Dan moet je wel even kunnen springen. Maar ik ben lenig. Zo laat je je kind kiezen. Daar kan je echt heel vroeg mee beginnen. Laat je kind kiezen. Geef je kind zeggenschap. En je kind, dat is een soort Teletubby en Lalaland. Laat je kind gewoon bedenken van, ik ben master of the universe. Want ik kan altijd kiezen wat voor een bekertje ik krijg als mijn vader vindt dat ik wat moet drinken. Wat ze niet beseffen is dat ik dus besluit dat er wat gedronken moet worden. Maar dat komt allemaal later wel. Vanaf het 7e ga je beginnen met verantwoordelijkheid. Een leuke oefening is, wat ik met mijn dochter deed, mijn kind. Gingen we naar de supermarkt en trok ik een heel bedrukt gezicht. En dan zei ik tegen haar, van, wil je helpen met dragen? En dan gaf ik haar de lege boodschappentas. Zou je die willen dragen? Alsjeblieft. Please, please. Nou, dat wilde ze wel. En ik dat ding op de terugweg. Als die helemaal vol zat met, weet ik veel, al die meuk van de supermarkt. Een pakje loop. En mijn kind, die ging dan lekker huppelen van, ik heb met de boodschappentas gesjouwd. Laat dat kind dat denken.
En dat is allemaal spielerij. En dan komt je kind komt in de, dat heet de puberteit. En dat is een groeisprong in het denkvermogen. En dan barst je kind er doorheen. En heeft je kind in één keer alles in de gaten. Van jeetje kreetje, ik ben altijd voor de gek gehouden met dat zogenaamd boodschappentassen dragen. Ik ben altijd voor de gek gehouden dat ik het bekertje uit mocht kiezen, want ik kreeg gewoon water. Ik mocht niet eens kiezen of ik cola wilde of limoensap. Dat is bij de puberteit. En dan komt er denk ik in de meeste gevallen een soort van haatverhouding. Maar dat is tijdelijk. En dan is je kind klaar. Net als met een pizza, van, er moet een beetje van die zwarte dingetjes een beetje verbrand zijn of zo, ja, een beetje doorgebrand. Ja, dan is je kind klaar. Met 14e. En dan mag het nog steeds geen alcohol drinken. Volgens de overheid. Dan moet er nog zo'n kind nog 4 jaar voor wachten. Ja, maar dat is jouw probleem niet, hè? En dat moet je gewoon tegen je kind vertellen. Van ja, je bent nou volwassen. Wat mij betreft mag je vanavond met een liter whisky gaan iPadden en WhatsAppen. Want je lichaam is toch zo goed als klaar. En dat mag niet van de overheid. En er zijn ook heel veel kinderen die dat helemaal niet erg vinden. Dus mijn dochter is nu 17. Die drinkt echt geen alcohol. Die rookt ook niet. Het is ook echt van. Ik zit de hele tijd te paffen hier. En mijn dochter vindt dat helemaal niet lekker ruiken. Zo mag dat niet. En mijn dochter is volwassen. En dat kunnen jullie ook allemaal doen. Het is helemaal niet zo moeilijk. Om het nog even samen te vatten. Je kind is als eerste een baby. Je baby geeft je gewoon van alles. En dat blijf je gewoon doen. Je laat je kind altijd kiezen. En dat doe je op de. Dan moet je de onbenullige dingen voor kiezen. Wil je uit het rode bekertje? Of uit het groene bekertje. Wil je linksom lopen? Wil je rechtsom lopen? Wil je de ganzen aaien? Of wil je de geiten aaien? En allemaal die hele dingen die je helemaal nergens op slaan. Die jou ook helemaal niks uitmaken. En je kind heeft zoiets van, oh, ik heb zeggenschap. En goed zo, dat prent je als eerste in. En jij hebt zeggenschap. En dan vanaf het 7e jaar, moet je een beetje kijken. Hè, en dan ga je verantwoordelijkheid opleggen. Kan je de boodschappentas dragen? Wil je helpen met de lege flessen in de mand te doen? Zo dadelijk gaat iemand bellen. Wil jij bij de telefoon blijven zitten en die gelijk opnemen als er gebeld wordt? Hele simpele dingen. En gewoon een volhouden. En je kind wordt alsmaar ouder en dan gaat het naar buiten toe en zo. En dan is het 14 en dan is het afgelopen. Tenminste, als je op tijd bent als ouder. Want ik heb ook meegemaakt met een jongen van bijna 19. En die zat nog steeds in zijn puberteit. Op dat moment. Dat was een mooie confrontatie met mij. We waren samen op vakantie. En hij was in één keer door zijn puberteit heen. Totaal klaar mee. Maar in principe is een kind met zijn 14e volwassenen. En dan mag het doen wat het zelf wil. En jij als ouder
jij bent ervoor verantwoordelijk dat dat kind zo rustig mogelijk opgroeit. Maar goed te eten geven, dat is ook een ding. In een kind moet je pasta stoppen, gebakken aardappelen, uitje erbij, fruit. Rode piet. Allemaal lekkere dingen moet je in je kind stoppen. En je kind vooral de tijd geven. Hou er rekening mee dat een kind opvoeden kost je minimaal 14 jaar. Bij giraffes, als een vrouwtje giraf, die heeft zo'n kind in de buik. En die denkt op een gegeven moment, oh, ik moet baren, ja. En dan gaat ze gewoon een beetje staan van, nou kom er maar uit. En zo'n kleine giraf, die flikkert dus in één keer 3 meter omlaag of zo. Huh? Een leuke geboorte, vind je niet? Je zit de hele tijd lekker in de buik van je moedersgiraf. En dan is het op een gegeven moment, oh, tsunami, het gaat stromen. Oh, waar kom ik terecht? Nou, je flikkert gewoon 3 meter omlaag. Ergens in de Sahara. En die giraffes, dat zijn heel knappe beesten, die staan gelijk op. Hè? Dus ze flikkeren gewoon uit de vagina, de kut, van de moeder. En dat is gewoon eventjes duizelen, dat je denkt van toing, toing, toing. Hè? En dan staan ze gewoon op een hoeve. Hè? En zijn ze helemaal fris. En dan kijkt die moeder, die kijkt zo over, nou, jij ziet er wel fris uit. Kom maar lekker aan mijn tepeltje zuigen. Nou, en dan ga je... En dat is de relatie tussen een giraffenmoeder en haar kind. Bij mensen is dat veel ingewikkelder. In ieder geval langer. Het is niet zo dat als je als mensenkind, mag ik eigenlijk wel zeggen, als mensenkind, dan een kind eruit. En dan eventjes aan de tepel houden voor zoveel maanden, zo. 2 jaar. En dan, oké, zoogtijd voorbij. Ga maar aan de slag. Zo werkt dat dus niet. Dat is het thema van het opvoeden van kinderen. Dat je kinderen de tijd moet gunnen. En het laatste aspect wat ik daarbij wil naar voren dragen, is dat kinderen behoefte hebben aan stabiliteit. Er wordt wel gezegd van ADHD'ers, of die anderen, die Asperger's of zo. Autisten heb je ook nog. Ja, die moet je altijd van tevoren vertellen wat er gaat gebeuren. Nou, dat zou ik als jij een kind hebt ook doen. Je kind altijd van tevoren vertellen wat er gaat gebeuren. Liefdevol zijn naar zo'n menske, zo'n mensje. Altijd informeren. Jij bent ook maar een ouder. Christus Jezus heeft dat mooi gezegd. Dat hij zei dat hij een zoon was van God. Je moet het lef maar hebben om dat te zeggen. En dan ook nog je geld te stoppen waar je mond zit. In die zin dat hij dus echt zichzelf aan het kruis liet spijkeren. Om te sterven, om omheen te gaan. Om zijn lichaam te laten sterven.
En zo is het met jouw kind ook. Jouw kind is dus ook een kind van God. Een zus of een dochter van God of een zoon van God. Je hebt dat kind gekregen. Zo mag je dat zeggen. Je kan zeggen van ja, nee, ik heb het kind. Ja, dat was een beetje een rare avond. En de volgende dag. En toen was ik zwanger. Dat was allemaal per ongeluk. Maar zo is het niet. Niets gebeurt per ongeluk. En je zal gewoon moeten zorgen voor je kind. 14 jaar lang. En dan ben je er vanaf. En dan verdient jouw kind met zijn 15e, die verdient al €1200 in de maand, bij wijze van spreken. Of het heeft een studiebeurs of zo. Niet dat ik vind dat je je kinderen veel geld moet laten verdienen. Maar wel dat ik vind dat je je kinderen de keuze moet bieden. Wil je veel geld verdienen? Nou, dan moet je dat zo doen. Wil je dat niet per se? Nou, dan doe je wat anders. Dat je je kind een kans geeft. En dat begint met rust, regelmaat en reinheid. Elke dag hetzelfde. En jou als ouder, is dat een juk? Dat heb ik ook meegemaakt, dat ik op mijn werk zat en een klant zat heel erg interessant te doen over een of ander probleem wat hij terecht had ontdekt, denk ik wel. En die wilde nog eventjes door over hoe gaan we dit oplossen. En ik kon tegen die man zeggen, mijn dochter die moet van het kinderdagverblijf gehaald worden. En ik ben aan de beurt. Dus ik moet nu ophangen. Zo weet ik ook nog dat ik in de kroeg zat. Want ik zit ook heel graag in de kroeg. Dat weten jullie wel. En dat was op een vrijdagmiddag. En die vrouw van mij is communistisch, katholiek, anti-protestant. Dus op vrijdag moesten we vis eten. Nou, dan haalde ik vis. En heel toevallig, op weg naar huis vanaf de vishandel, dat gaat precies langs die ene kroeg waar ik dan altijd zit. De voormalige officierskroeg. En dan zit ik daar op vrijdagmiddag met zo'n tasje met helemaal vacuüm. Een gekoelde vis, vacuüm gezogen, stikstof erin. Kortom, er gebeurt niks mee. Even een biertje. En die vrienden van mij dan van, hallo jongen, geinig. En dan open klink, klonk, klonk, klonk. Nou, twee biertjes, oké, ook niet te moeilijk. Maar die jongens die kregen er zin in. Hè. En er was er nog zo'n eikelino. Die zei van, en de volgende rondje, dit rondje is voor mij. En dan zei ik gewoon tegen het gezelschap, jongens, drink. Drink. Broederlijn, drink. Ik ga naar huis. Want ik moet eten maken. Voor mijn gezin. En misschien dat die jongens dachten van, wat een sukkel is die Perry. Die kan niet eens doorzuipen op een vrijdagmiddag. En het is pas 5:30. En ik liep gewoon blij de deur uit. Want ik ging eten maken voor mijn gezin. Dat wat je geeft, dat krijg je op een manier terug. En niet hier misschien op deze wereld, want wat doet dat ertoe? Maar dan wel in je eigen waardering, je eigen respect, oftewel de rekening die je bij de Heren hebt, die je in de hemel hebt.
reken het daar maar af. Zet daar al je geld maar op in. Het is niet zo heel erg moeilijk hoor, om zo te denken. Op deze aarde is er, ja, je weet het toch wel. En een kind, dat is een grote last. Ik weet er alles van. Het aantal uren wat mijn dochter, mijn kind, mij heeft gekost. Dus niet te filmen. En ze heeft ook nog over mijn toetsenbord heen geplast. Nou, zo'n kind wil je echt in je huis hoor. Jeetje. Ik kon mijn toetsenbord, gelukkig was het niet van mijn laptop, dat was een USB toetsenbord. Dus dat toetsenbord gelijk onder de lauwwarme, dan moet je lauwwarm water, dat hele toetsenbord hebben al, die urine toestand eruit, helemaal schoon, rechtop zetten. Gelukkig heeft ze dat maar één keer gedaan. En zo zijn kinderen. Ik weet nog wel dat ik met haar naar zwemles ging en dat ze gewoon dacht van, oh, dit is leuk, pootje baaien. En dat ik zei van, nee, je bent hier op je werd boos, jongen. Was al de zoveelste keer. Ja. We hadden al 7 keer pootje baaien. Ja, we zijn hier wel op zwemles. Dat kind moest voorbij, er was zo'n veiligheidslijn. Ze moest voorbij die veiligheidslijn. Het gevaarlijke water in. Daar ging het mij om. Ik ga toch niet voor de kat met zijn korte achternaam elke vrijdag met mijn 3-jarig kind naar het peuterzwemmen. En zij maar lachen. Ah oh nee, ik ga liever pootje baaien. Ja. No way, Jose. En daar heb ik ook wel conflicten gehad met haar. En je gaat met je hoofd onder water. Dat is de afspraak. Ik neem jou mee naar zwemles, omdat je namelijk kan verdrinken in water. En ik wil er zeker van zijn dat als jij ooit een keer per ongeluk in de plons valt, dat jij kan maaien als een kickforce met je kop boven water. En als je met je hoofd onder water komt, dat je dan weet dat je niet hoeft en niet mag en niet kan ademhalen. En dat je dat ook kan. En zwemmen. Dat moet je je kind meegeven. En heb je maar een keer. Ik was toen echt. Nina, mijn kind wilde nog langer blijven. Maar ze vond het wel gezellig. Ik zei nee, ik heb er nou totaal genoeg van. Je doet je oefeningen niet. En nu gaan we naar huis. En we hadden nog langer kunnen blijven, dat weet ik wel. Ik was boos. We zijn hier in het zwembad, dat is een pokken en fietsen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar we gaan wel een beetje hè, aan de slag. Je moet snappen dat water is gevaarlijk, je moet leren zwemmen. En zo zijn er wel wat meer dingen geweest tussen mij en mijn kind. Maar altijd in het woord. Nooit echt boos. Zo. Een beetje. Ook een keer moest ik de vuilnisbak. De vuilniszak. Die moest in de container. En ik zei tegen mijn dochter: van ik ga dat even doen. Haar moeder was naar haar werk. En Nina zei. Oh, dan loop ik even met je mee. Nou, dat vond ik goed. Waarom niet? En ik liep naar buiten met een vuilniszak. En ik doe dat ding in de container. En ik zie dat mijn dochter de voordeur heeft dicht gedaan. Ik had geen sleutels bij me. Ik had geen portemonnee bij me. Ik had mijn jas niet aan. Ik was alleen maar even naar buiten gegaan om de vuilniszak. En Nina die was echt zo trots. En ze zei, kijk pap, ik heb netjes de voordeur dicht gedaan.
Goed hè, van mij. Dus ik aanbellen bij de buren. Nou, en die waren allemaal niet thuis. Ook heel erg gezellig. Ik kon het portiek ook helemaal niet in. En de enige mogelijkheid was om dan maar naar het werk te gaan lopen van haar moeder. Want die had nog een set sleutels, dat wist ik zeker. En toen dacht Nina, oh wat leuk. En we gaan lekker wandelen en een leuke wandeling maken naar mama. En bij ieder vlindertje, ieder snoekpapiertje, ieder dingetje hurkte ze op de grond. En ze vond het gewoon geweldig. En ik had er de pest in, jongen. Zo de knetter, wat was ik zagrijnig. En dat soort dingen gebeuren gewoon. En dat verwijt Nina mij ook. Ze nog zei, ja, je was toen niet echt vrolijk, zeg. Ik vond niet echt een leuke wandeling naar mama. En denk ik, ja, nee, ik ook niet. Eikel. Nee, ik was natuurlijk de eikel. Ik had gewoon sleutels in mijn zak moeten stoppen. Ja. Laat ik het zo zeggen, die peuters, die moeten wennen aan de ouders en vice versa. Het moet een beetje van twee kanten komen. Laten we hopen dat het niet al te slecht gaat. Zo werken die dingen met kinderen. Ik ken droevige gevallen. Ik ken een vrouw. En die heeft MS. En die heeft Surinaams bloed. Maar, ja. Haar dochter, die ziet ze niet. Eigenlijk. Haar dochter is, die zegt boos te zijn op haar. Haar dochter hoeft haar niet. Dat is wat ze zelf zei. Het is niet zo dat haar dochter in beslag is genomen door jeugdzorg of zo. Maar ze ziet haar dochter niet. En het schijnt dat ze voorlopig bij de moeder zit, dus bij haar oma. En dat gaat dan wel goed. Nou, en zo dadelijk krijgt een meisje natuurlijk vriendjes. Krijg je weer een andere vrouw. En ook een verhaal van een vrouw. En die is Hollands. En die is zwanger geworden door een man. Tijdens Occupy. Die man, zijn voornaam ken ik ook. Die man heeft haar zwanger gemaakt tijdens Occupy. Occupy Arnhem. Het zei een dikke buik. En toen dacht die man oei oei of zo. En die is gevlucht. Toen heeft een andere man, die ik ook ken van Occupy, die heeft zich ontfermd over haar en haar kind. En ze hebben... Hij heeft een vriend geregeld om haar flat op te ruimen, haar woning te ontdoen van vuilnis. Al het vuilnis weg. Vuilnis weg. Al het vuilnis eruit. Haar woning was een vuilnisbelt. En jeugdzorg was erachter gekomen. En die had een termijn gesteld. Voor het einde van de vuilnisbelt. Dat heeft mijn vriend gedaan. Samen met een vriend van hem. Nou, toen...
trok jeugdzorg zich terug, want ze konden formeel gesproken niet ingrijpen. En toen ging die vrouw haar kind voor het gemak eventjes bij opa en oma onderbrengen. Dat is lekker makkelijk. Want die occupy kerel was pleiten, daar zat ze helemaal niks aan. En dan moet ze in er eentje voor zijn kind zorgen. Ja, dan kan je nooit een keer de deur uit. Dus dan breng je het gewoon even bij opa en oma. En dan blijf je voor het gemak rustig 3 dagen weg. 4 dagen weg. 5 dagen weg. Wat maakt het aan? Het kind is toch bij een plek die het kent. En toen is daar een anonieme melding gekomen van kinderdinges. En dat kind zit nou bij jeugdzorg. En zij mag dan eens in de week mag ze 2 uur met haar kind spelen. De laatste keer dat ik haar zag, had ze net 2 uur met haar kind mogen spelen en ze zat te janken in de kroeg. Ze miste toch wel het een en ander. Hè? En toen heeft ze de knoop doorgehakt en toen heeft ze de kuierlatten genomen naar Bulgarije, Sofia. En vanuit daar mocht ze dan Skype contact hebben met haar kind. Dat heeft ze ook een aantal weken niet gedaan. Kon ze ook niet aan. En ook een vrouw. Die heeft ook een gescheiden situatie. Haar man is Mohammedaan. Tenminste, dat zegt zij en dat zegt haar dochter. Haar dochter. En het hele stel, dat heeft dus Italiaans, Servisch bloed. Zoiets. En zij zegt, mijn dochter is onbetrouwbaar. Ja. Met mijn huwelijk, mijn opvoedingssituatie naar mijn dochter toe, heb ik vele uren moeten besteden aan relatietherapie. Dat kon niet anders. Het heeft mij klauwen met geld gekost en klauwen met uren. Om naar het geschreeuw te luisteren van een idioot. En zij had altijd een punt met mij. Dan kwam ze daar. En het maakte niet uit of ik aan de beurt was of zij aan de beurt was. Had ze helemaal niet in de gaten. En dan was zij aan de beurt. En dan zei ze, ja, ik vind dit en dat is dus zo. Wij moeten 1 lijn trekken naar de opvoeding van ons kind. En dan zei de relatietherapeut. Van ja, daar heb je gelijk in. Op wat voor momenten gaat dat fout? Nou, die momenten waren dat ik mijn kind de ruimte biedt om een blauwe plek op te lopen. Dan val je maar een keer met je fiets. En dan gebeurt er maar een ongeluk. We hebben pleisters in de keukenlaan. Iedereen weet waar de pleisters liggen. Tenminste,
hè, wij allemaal. En zij was meer van, oh, maar dat kan niet. Voorzichtig, dat gaat fout. En die relatietherapeut, die zei tegen de moeder van mijn kind, van, jullie hebben geen dispuut over één lijn of niet. Het punt is, jij benadert die lijn vanuit jouw moederschap en hij benadert dezelfde lijn vanuit zijn vaderschap. Dus wat is het probleem? Ja, dat wist zij dan verder ook niet. In die tijd had ze seks buiten de deur. En dat is ook iets voor jullie dames. Als je erover nadenkt, doe dat niet. Als je gewoon een relatie hebt met een man die voor je kind wil zorgen. Hè, die gewoon ontbijt maakt en een eten kookt en een afwas doet. En de gemeente dingen regelt en zo. Je hebt zo'n vent. Ja, ga niet neuken. Of zoals de Belgen zeggen, ga niet poepen buiten de deur. Dat is niet zo slim. Gewoon een speltheoretisch niet handig. Ik kan me goed voorstellen dat je als vrouw of als een mens denkt van ja, altijd maar seks met diezelfde persoon. Ik weet het niet hoor. Wacht in ieder geval tot je kinderen volwassen zijn. Nick Cave is een Australische artiest. Ik draaf even door, maar ik bedoel het serieus. Dat is een Australische artiest. En hij heeft in een... Van Nick Cave en de Bad Seeds. Ik kan nou even op Wikipedia pakken, maar Nick, dus N-I-C-K. En een cave van God, van Nick God en de slechte zalen. Nick de God en de slechte zalen. Nick Cave en de Bad Seeds. En hij heeft gezegd: seks voor hem, hè, zijn persoonlijke ervaringen met seks. Hij zei: vanaf je 50ste. Dan wordt het geinig. Dan ben je er vanaf. En die mensen die dan verantwoordelijk zijn voor kinderen en seks gaan lopen hebben met de buren, dat heet dat dan swingers of zo. De NVSH, die hadden ook van die seksfeesten. Allemaal de kleren uit. Hop, 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 hop. Terwijl je kinderen thuis hebt. Oh. Ik zou het niet doen. En als je gewoon goed voor je kinderen zorgt en je hebt een goede relatie met Christus Jezus, dat zeg ik dan heel erg surderig achteraan, maar dan zie je er met je 50ste nog prima uit. En dan krijg je gewoon nog steeds hanky panky, wanky wanky. En dan is er niks aan de hand. Terwijl je verantwoordelijk bent voor je kinderen, moet je je daarvan onthouden. Dat is beter voor je kinderen. Stel je bent een vrouw. Zo'n vrouw ken ik. Je bent een vrouw. En je ziet er gewoon rete goed uit. Ik heb het over een vrouw die ik ken. Je ziet er rete goed aan. Die kerel, dat was een crimineel. Die heeft in de bak gezeten. En die is inmiddels dood. Je hebt vervolgens een andere kerel gevonden. En dat was een slapjanus. Wat ook weer zijn leuke kanten heeft.
Wat moet je dan? Met de opvoeding van je kind. Want dat kind heeft een vader nodig. En dan kan je, zeggen, ik heb een vader van 0,2. Ik ken nog een andere vader van 0,3. Dus daar heb ik 0,5 vader. Ik ken nog een vader van 0,1. Daar heb ik 0,6 vader. En ik ken nog een vader, oh, die is ook van 0,3. Dus ik heb een 0,9 aan vader. Dat is geen vader voor je kind. Dus wat moet je dan doen? Ik zal het je vertellen. Je moet een man kiezen die de Bijbel leest. Die zijn hoofd gelegd heeft in de schoot van Here Jezus. Dit staat niet in de Bijbel. Maar ik parafraseer maar een beetje. Iemand die zich overgegeven heeft aan Christus Jezus. Zoals al die prelaten voor de pausen gewoon lang uit op de koude tegels. Je kent die filmpjes toch wel. Maar zo'n man moet je hebben die dat gedaan heeft voor Christus Jezus. En die man moet je blindelings vertrouwen. En dat is je enige man. Met zo'n man kan jij je kind opvoeden. En je kan tegen die man gewoon zeggen van, we slapen in gescheiden bedden. Een beetje man die is helemaal niet geïnteresseerd in seks. Die accepteert dat. En soms voor de gein, als hij, hij heeft een offerte gescoord of zo. Een succes gehaald op zijn werk. En dan, ja, dan is hij helemaal. Maar dat is die ene keer. Voor de rest is het samen zorgen voor het kind. Of kinderen. En een goede man, om het nou even nog vrolijker te maken, en dan ga ik afronden. In het boek Hosea, in het Oude Testament. En Hosea gaat dan door voor een van de kleine profeten. In de tijd dat er een schisma was tussen de 10 stammen van Israël en de 2. En die 2 waren, als ik het mij goed herinner, ik weet zeker, Juda en Benjamin. En Hosea, die zat volgens mij in die 10 stammen. Hosea, die was getrouwd met een prostituee. En hij had daar een hele goede en correcte bedoeling mee. Een hele lastige, Hosea. Niet voorlezen aan je kind. Ik zeg het maar gelijk. Hallo, dat gaan we niet doen. Hè? Maar Hosea, dat is voor 28 jaar en ouder. Dan kan je erover gaan nadenken. 21-jarige, oh ja, misschien. Dan moeten ze wel heel slim zijn. Hoor. Maar 21-jarige, ja. Hosea zou ik echt niet. Bij 16-jarige. Nee, dat doe je niet. Alhoewel, ja, aan de andere kant. Als je een slimme hebt. Nou, ik zal je vertellen, de meeste mensen willen helemaal geen Bijbel lezen. Dus. Maar ik zeg het er maar even bij, dat de Bijbel, dat is een boek, dat krijg jij
mijn lieve luisteraar, bij dit leven niet uit. Er is zulke gecomprimeerde wijsheid. Dat is echt te veel. En toch moet je vanuit de Bijbel geloven dat God van je houdt. Oh, hier deze foto daarboven, daar staat Senator McCain of zo. Een of andere bullcrap verhaal te houden over iets wat helemaal niet gebeurd is, zeker niet gebeuren gaat. En die mensen eronder, ze hebben bloemetjes en lampjes en oude rotzooi. Stomme halogeenlampjes. Om nog maar te zwijgen over die mooie vrouwen. Het houdt ons allemaal in leven. En zo heeft de Heere dat bedoeld. Wij, de mannetjes, wij moeten het werk doen. En die vrouwtjes, die moeten wij begeren. We moeten alles willen doen voor die vrouwtjes. En die vrouwtjes moeten leren om niet de hele tijd die mannetjes zomaar aan het werk te zetten. En dat gaat momenteel fout. Dat vrouwtjes denken van, oh, mannetjes die begeren vrouwtjes, ik zet ze gewoon aan het werk. Dat gaat fout. Voor de rest is de samenwerking zo bedoeld. Dus als vrouw moet je gewoon echt, ja, zoals een vrouw dan, het opvoeden van kinderen. Daar gaat het over. Als een kind een baby is, gaat die vrouw, die gaat zogen. En tijdens dat zogen, ja, er schijnen vrouwen geweest te zijn die, die zoogden terwijl ze ajuinen aan het trekken waren op het land. Om met zo'n baby aan je tiet en dan kan je toch nog een beetje oogsten. Het schijnt. In principe, als een vrouw zoogt, zit ze stil. Gewoon lekker stil. En dan ga je gewoon lekker mijmeren. Lekker je kindje. Stilzitten. De vrouw is de manager. De verantwoordelijke voor de huishouding. Menagerie is het Frans woord voor huishouding. De vrouw is de manager. Dus de vrouw moet lekker stilzitten. En dat mannetje moet al werken. En dat mannetje moet zelf kiezen wat hij doet. En als het vrouwtje zich daarmee gaat bemoeien, en dan krijg je een echterlijke ruzie. En dan worden de kinderen eens nerveus. En gaat de baby gaan huilen. En dat is niet zo tof. En heel erg belangrijk is dat het opvoeden van kinderen een kunst is die heel erg makkelijk is. Papa en mama geen ruzie maken. Punt 1. Punt 2 is geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn. Je mag ze ook omdraaien hoor. Dat je zegt, nou, het eerste is dat we geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn. En het tweede punt is dat we geen ruzie maken. Dat vind ik ook goed. Je mag het ook omdraaien. Gewoon geen ruzie maken. En geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn. En blijf bij elkaar. Dan neem je maar een... Je hoeft van mij niet in een tweepersoonsbed te gaan liggen. Je hebt van die vrouwen en die schijnen ongelooflijke winden te kunnen laten. Dat je als man denkt van... Oh my...
denk van, schatje, poepje, kan je niet beter in je eigen bed gaan liggen? Dan laat ik hier mijn eigen windjes wel. Dan moet je dat misschien wel doen. Madonna, dus die grote artiest. Like a virgin. Iedereen kent haar. Die hing als Jezus aan het kruis. Hoor. Heel grappig. Mama, dat is allemaal geintje, meneer Sonnewerk. Maar die heeft in een interview dat ook gezegd. Van, ik wil wel met een man een woning delen. En ik wil wel seks hebben met een man. Maar ik wil niet altijd, elke nacht, in hetzelfde bed liggen. En waarom wel, eigenlijk? Neem je toch gewoon twee bedjes? Laat elkander de ruimte. En laat je kind zien dat het een vader en een moeder heeft. En dat die twee rollen verschillend zijn. En als je kind dat verschil inziet, dan kan dat zichzelf ook oplossen. Dan kan dat verschil ook opgelost worden. Want uiteindelijk is er straks geen seksen, geen geslacht meer. Alleen nog maar hemel en aarde. En daar zal mijn volgende uitzending over gaan. Daar zullen we het echt verder over hebben. Over het opheffen van de geslachten. Waar ze nu mee bezig zijn met transgenderisme of zo. Nou man, jij bent een mannetje, je hebt palletjes en die kunnen we allemaal terugstoppen in je buik hoor. Bullcrap. Maar die idee, of dat idee, dat klopt wel degelijk. Want het gaat opgeheven worden. Dus ik maak het extra spannend voor jullie. Dit wordt zo'n goeie over de Bijbel. De Bijbel is gewoon het beste science fiction boek wat je maar kan lezen. Zullen we even naar deze foto kijken. Kijk, hier hou ik dus van. Hè? Dat vind ik zo mooi. Reflectie. Dit is een voormalige winkel. Een of andere bouwinvesteringsmaatschappij heeft dit opgeknapt. Inclusief de onderkant. En de ANWB, de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, die heeft daar, nou, ik denk voor een habbekras. Dat is Jiddisch, is dat, hè? Voor weinig geld. Maar vroeger zat daar de Kijkshop. Dat was ook wel zo'n goedkope winkel. En dan links daarvan, daar zat een opticien. Ja, die is ook leeg. En dan daarboven hebben ze ook helemaal... dat is een heel mooi glas geworden, ja. En wat je dan ziet, is die spiegeling. Gewoon twee beelden in elkaar. En die mooie boom daartussen. Zie je hem staan? Dit is in januari of zo, denk ik. En die boom die heeft nu inmiddels echt allemaal blaadjes om. Die trekt zich niks aan van... de opticien is dicht en de kijkshop is weg. En bij de ANWB winkel komt helemaal niemand. Wat maakt die boom dat uit? Zo is het leven. En wij, met onze kinderen... Daar moeten we heel erg zuinig, zorgvuldig. Je moet ze tuchtigen. Je moet ze alle hoeken van de kamer laten zien. En dan niet slaan of zo. Dat is helemaal niet nodig. Lijnen trekken. Want dit gaat zus en dat gaat zo. En dat pas je aan de leeftijd van je kind. Als je kind pas 4 is, of 3 is, of 1 is. Of die kind is 17, 18, 19, dat maakt niet uit. Sommige kinderen zijn laat met volwassen worden.
En het is niet altijd jouw schuld dat het pas zo laat gebeurt. Ook gewoon een schuld van de omstandigheden zijn. En je moet je kind gewoon tot de orde roepen. Je moet je kind tuchtigen. En daarvoor moet je zelf rein zijn. En dat doe je door elke dag gewoon een stukje Bijbel te lezen. Ja, dat kost je geen drol. Lees een paar versen. Maak er een aantekening bij. Pak je potlood. Voor mij wat een filstift. Dan lekt het maar door. Het is jouw Bijbel die doorgelekt is. Dan weet je tenminste dat jouw Bijbel, dat dat exemplaar van jou is. Dus en op zijn hamburgers, dan moet ik doen, oh wat is dit een mooie foto is. Nou. Ja, ik drink dus rode wijn. Dat is gewoon, een vriendin van mij zei dus tegen mij van, afschuwelijk, je drinkt rode wijn. Ja, dat tegenwoordig weer erg. Zie het maar eens te fotograferen. Waar is dit? Oh, daar vind ik geworden. Hier kan ik ook nog een verhaal over vertellen. Café De Buik. Iedereen moet echt naar Arnhem komen. Arnhem is echt hartstikke leuk. De Bijbel is een tof boek. Maar als je dan toch een keer je mooie vriendin... ergens een mooie vriendin wil laten zijn. Ja, neem dan mee naar Arnhem. Ja. Niet te veel suipen van tevoren. En dan mag je er zo naar binnen. Hartstikke bedankt dat jullie hier naar geluisterd hebben. Dit was de afsluiting. En op zijn hamburgers zag ik tjus. En dag liever.